Het thema is, hey, doe de deur dicht. En dat heeft ermee te maken, met name voor de rook. Het rook wat door een huis trekt. Als je de deuren dicht hebt, kun je gewoon veel langer veilig op je kamer zijn. Dus de oproep is van, doe de deuren dicht. Wij zijn er binnen 15 minuten als brandweer en dan komen wij je redden. Dit is een perfect initiatief om daar waar je de ouders wil bereiken. En dat weet u, als we de ouders willen bereiken, dan doe je dat via de kinderen. We gaan hier vandaag een koffertje overhandigen aan jonge ouders. Daar zit een folder in met betrekking tot brandveilig wonen. Wat heel belangrijk is, er zit een rookmelder in. En voor de kleine natuurlijk een slabbetje en een bad-eentje. Ik vind het heel goed dat de brandweer deze koffertjes uitdeelt aan mensen. Ik denk ook als jonge ouder wel dat je ervan bewust moet zijn hoe je een huis veilig maakt voor je kinderen. Er is een actie van de brandweer Oost-Nederland. En daar zijn we bezig om de mensen er bewust te maken. En dat zij dat later ook weer op de kinderen doen. En zo pakken we van generatie op generatie dat men dus goed bezig is met brandveiligheid. Wij zijn vandaag aanwezig geweest hier bij de kraamzorg. We hebben de mensen van de kraamzorg hebben we een heel klein verhaaltje verteld over het hey, doe de deur dicht. Zodat zij dat verhaal ook weer kunnen meenemen naar de mensen die zij bezoeken. Wij gaan dit zeker in de praktijk toepassen, omdat wij natuurlijk toch wel op heel veel verschillende plekken komen. Wij kunnen natuurlijk in de gezinnen ook dit puntje eventjes aanstippen. We zijn vandaag bij het Mama Café in Oldenzaal en daar geven we voorlichting aan de jonge ouders over brandveiligheid in een omhuis. Ik vind het wel fijn dat ze hier bij het Mama Café komen. Zeker jonge gezinnen, denk ik, ja, ik zou niet zo snel aan brand denken. Dus voor iedereen moet het huis veilig zijn.